Welkom bij een speciale editie van De Zwakste Schakel. De 9 kandidaten achter mij zijn overdag keurige mannen. Maar als de avond valt, veranderen ze in wulpse verleidsters. Het zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Kunnen ze desondanks samenwerken om geld te verdienen? 8 dames kunnen hun creaties na vanavond wel aan de wiel hangen. Want er kan er maar 1 de sterkste zijn. Ronde 8, over tragische heldinnen gesproken. Maar €640 op de bank. Maar deze ronde kunnen jullie je revancheren. Want wat jullie verdienen wordt verdrievoudigd en opgeteld bij het totaal. De komende 90 seconden kunnen jullie dus €3000 winnen. We beginnen bij de sterkste schakel van de laatste ronde. Coco, dat ben jij. We spelen De Zwakste Schakel. Start de klok. Coco, in welk jaar heeft de politieke partij PSP zichzelf opgeheven? ...1988. Jet, hoe noemen we een roeiboot voor 1 persoon? Kano. Correct. Bank. Coco, in welke taal is een sinoloog gespecialiseerd? In de Chinese taal. Correct. Jet, in welke sport was de Oegandese dictator Idi Amin nationaal kampioen? Rugby. Boksen. Coco, in welke Nederlandse provincie liggen de plaatsen Dorst, Handel en Made? Noord-Brabant. Correct. Bank. Jet, wie nam in december 1999 Arjan Ederveens rol over van Fagin in de musical Oliver? Paul de Leeuw. Nee, Willem Nijholt. Coco, welk direct klaar fotobedrijf kwam in oktober 2001 in ernstige financiële problemen? Combifoto. Nee, Polaroid. Jet, hoe heet de actrice die in de film La Dolce Vita uit 1960 een douche neemt in de Trevi-fontein in Rome? Anita Ekberg. Correct. Bank. Coco, hoe noemen we een adellijk persoon in de rang tussen jonkheer en graaf? Baron. Correct. Jet, welke hindoe-god van de vruchtbaarheid wordt vereerd met het vallensymbool Linga? Buddha. Shiva. Coco, in welk land ligt Arnhem Land? Gelderland. Correct antwoord was Australië. En Jet, het is toch werkelijk niet te geloven dat je helemaal niet bangt als er een correct antwoord wordt gegeven? Ja. Jullie waren al zo arm. Ja. Helemaal gelijk. Nou, dat betekent dus dat het totaalbedrag van vanavond niet meer is dan €820. En dat is maar voor 1 van jullie 2 bestemd. Daarom spelen we nu het slotduel. Ik stel jullie ieder om en om 5 vragen en wie de meeste goed heeft, wint. We spelen De Zwakste Schakel. En dat wordt dan een finale voor 2 dames en een poes. Coco, als sterkste schakel van de laatste ronde mag jij zeggen wie begint. Dat ben ik graag zelf. Coco, welke zangeres en cabaretière brak door bij cabaret Lurelei en had successen met de musicals Fien en Dietrich? Jasperina de Jong. Dat is het correcte antwoord. Jet, in welk land ligt het bergachtige Centraal Massief? Peru. Frankrijk is het correcte antwoord. Coco, wat is de titel van de 3e film met Anthony Hopkins als Hannibal Lecter, wederom gebaseerd op een boek van Thomas Harris? Once Upon a Time in the East. Het correcte antwoord is Red Dragon. Jet, welke Amerikaanse basketballer van de Chicago Bulls speelde jarenlang met rug nummer 23, verliet de NBA in 1999 om in 2001 weer terug te keren? Peter Jackson. Michael Jordan is het correcte antwoord. Coco, welke Amerikaanse artiest kocht in 1985 de uitgeefrechten van de liedjes van The Beatles? Het was Michael Jackson. Dat is het correcte antwoord. Jet, welke van oorsprong Spaanse acteur speelde rollen in Desperado, The Mask of Zorro en speelt tegenwoordig in een chips commercial? Antonio Banderas. Dat is het correcte antwoord. Coco,
Welke Oosterse republiek heette tot 1972 Ceylon? Sri Lanka. Dat is het correcte antwoord. Jet, jij moet jouw vraag correct beantwoorden om in het spel te blijven. Welke rol in de musical Saturday Night Fever wordt door Tony Neef, Carlo Boshart en Danny Rook gespeeld? DJ... Een DJ met... Correcte antwoord is DJ Monty. De sterkste schakel. Je gaat naar huis met 820 euro. Geweldig. Jet, jij gaat naar huis met niets. Tot de volgende keer naar de zwakste schakel. Tot ziens. Met dat geld ga ik een studiereis maken door Europa, langs allerlei leuke travestie- en variété-theatertjes. Mocht er nog wat over zijn, ik denk het niet, dan stop ik dat in de nieuwe cd van de Chicks with Dicks. Nou, ik baalde ontzettend, want die laatste vraag die wist ik best wel. Maar het lag op de punt van mijn tong en ik kwam er gewoon niet op. En dus ja, zoals het idee al zegt, gewoon de zenuwen. En thuis weet je dat wel en dan sta je daar toch en dan... Weet je het niet? Ik voel me uitgeput. Ik heb mijn hersens ontzettend moeten laten werken. En nou ja, dat heeft resultaat opgeleverd. Als die anderen het nou ook hadden gedaan, dan was de concurrentie misschien iets groter geweest. Maar ja, dit was eigenlijk een eitje. Jawel, de nieuwe Venco dropstaaf. De echte drop voor de echte stevige trek. Ja. Wist u dat u een heel beroemde buurt bevond? Een van de oudste buurten van Amsterdam. Ze komen hier allemaal, van beurshandelaar tot heilsoldaat. In deze zeer beroemde straat. Ik ken een straat, waar ieder wel eens over praat. Ken je die straat, die altijd doorgaat en bijna nooit stilstaat? Ja, hij bestaat. Oh, het is maar een straat. 5:00 PM. Mensen van hun werk, haastig naar het station of toch nog even langs de oude kerk. Het is happy hour, de kroegen stromen vol. Kijk nou, daar stapt Appie Baantje in een grote hondenrol. Plotseling, oh, paniek in de tent. Waar is mijn geld? Jet, grijp die vent. Tina, die klootzak, nee die andere, in dat trainingspak. Oh, sorry hoor, zat in mijn andere zak. De Warmoestraat, je houdt ervan, je haat. De Warmoestraat, van 's ochtends vroeg tot 's avonds heel erg laat. De Warmoestraat, oh, het is maar een straat. 12:00 later. 5:00 AM, de kroegen zijn al dicht. Daar rolt uit de kokring de allerlaatste dicht. Op zoek naar een snackbar voor een patatje met. De eerste toeristen zijn al heel vroeg weer uit hun bed. Dan opeens... Hast du ein Gulden? Ik verstrak. Ich habe Hunger und ich bin platzak. Ik geef hem een frietje, maar hij zegt... Ach, zak. En later vist hij hem uit een vuilnisbak. De Warmoestraat,
je houdt ervan, je haat de Warmoestraat. Je vindt er het leven in zakformaat, de Warmoestraat. Oh, het is maar een straat. Van Grand Hotel Krasnapolski tot aan Chinees-Indisch restaurant en afhaalcentrum Kamjin. En Hotel Winston, met Winston Kingdom en de shows van de Chicks with Dicks er precies middenin. Coco, het klinkt een beetje als Baantje, dat nummer, hè? Is dat zo'n muziek daarvan? Ja, dat klopt. Goed, hè? Ja, nou, heel mooi. De Warmoes Blues.